Feli Delacan, we staan hier vandaag in Tubek. Jullie speelden met de Belgen en de Red Flames U17 voor een tweede keer tegen Zwitserland. Er stond wel een andere ploeg aan de aftrap, hè? Ja, klopt. Er werden ook andere speelsters de kans gekregen, ook de kans gekregen om een keer te spelen. En met een goed resultaat, denk ik. Ja, dat is goed meegevallen, want jullie winnen opnieuw 2-0. Ja, het was weer een mooie... We hebben weer goed gespeeld, mooie acties gemaakt en weer goed gewonnen. Ja. Dus. Je maakt de eerste goal op een assist van Hanna, denk ik. En de tweede, een prachtig schot van jou. Ja, klopt. De eerste was eigenlijk een rebound. Hanna trapt en ik tik hem binnen. En de tweede was gewoon van ver. Ja, dat was een hele mooie, hè? Klopt, ja. Ja. Je speelt normaal bij de Gent Ladies. Hoe loopt het daar voor jou? Goed, we staan derdes, dus we spelen goed. De laatste tijd scoren we veel en gaat goed eigenlijk. Ja, ja. Normaal moet je morgen ook spelen in Saint-Gila? Ja, klopt. We hebben een inhaalmatch, maar dat weet ik nog niet veel. En wat hoop je voor de toekomst? Jullie gaan met die Red Flames 17 naar Oostenrijk. Wat verwacht je daarvan? Ik denk dat we tussen haalbare poelen, dus als we alles op alles zetten, denk ik dat we richting EK kunnen. Ja. Oké, ik dank je. Proficiat met de overwinning en met de mooie goals ook, hè. Merci.